Een paar weken geleden mocht ik in een grote kerk zijn waar 1600 zitplaatsen waren. En dat liep daar zo verschrikkelijk vol dat er 1900 inkwamen. En dat was een zangavond voor mannen. Dat doen ze elk jaar een paar keer. En dan beginnen die mannen, die krijgen dan instructies en die beginnen het orgelspel. Die beginnen met geloof zij God met diepst ontzag. Dan gaan de rillingen door je lijf. Die kerk was overvol. Met dat geluid van God. Ja, iets. Dan zeg ik tegen die man op een gegeven moment. Mannen, het is toch net of we een beetje in de hemel zijn zo. En, nou, dat is maar een voorproefje. Stelt in wezen niks voor. Maar nu straks de werkelijkheid als de hemel open gaat. En al die mensen daar zijn die veranderd zijn naar God speelt. En elkaar lief hebben met alles wat in ze is. En Jezus daar is als het grote middelpunt. Wauw. Dat zijn. En daar begint hij, om even naar Openbaring terug te gaan. Daar begint hij natuurlijk in het eerste hoofdstuk al mee. Dat is heel frappant. Johannes is op Patmos. We komen er misschien straks nog wel een keer op terug. En dan hoort hij een stem achter zich. En die stem die zegt: alles wat je hoort en ziet, schrijf dat Op. in een boek. En stuurt het naar de zeven gemeenten. En dan staat er, en zegt Johannes: toen ik me omkeerde, zag ik. En dan ziet u niet de persoon, zag ik zeven gouden kandelaren. Daar ziet hij al in principe het meesterwerk van God. De gemeente in zoals God hem voor ogen heeft, Ja. volkomen goud. En te midden van die kandelaren is de mensenzoon, is Jezus. Wauw. Dus het is ook weer een prachtig beeld van wat je ziet met: ik ben de ware wijnstok en Jullie jullie zijn zijn de de ranken. ranken.